Hallo en welkom terug bij YoloCraft. Ik zei de vorige episode dat ik zo'n automatische farm heb gemaakt. Maar ik heb niet laten zien hoe die werkt. En aangezien bijna alles is volgroeid, zou ik het wel kunnen laten zien. Waarom groeit deze niet? Die is nog helemaal meer. Nou ja, bijna alles is volgroeid. Dus. Ik weet niet of dat keihard gaat laggen, maar kijk. Hier zit gewoon allemaal dit hier. Zo heel mooi allemaal graan en dingen. Stuffen, dingen, stuff. En nou gaan we de hendel overhalen. Zo. En dan zie je dit. En als het... Meestal ligt er iets bij de deur. Dat kun je dan hier oppakken. Maar het stroomt dan naar de deur toe. Maar goed. Dat ligt daar dus. En als alles eruit is gestroomd... En dat gebeurt zo dadelijk wel. Dan gaan we even eens wachten en wachten en wachten en wachten. En dan kunnen we het water weer uitzetten, anders dan wordt het allemaal, hoe heet dat, dirtblokjes. Vallen, please. Hier ook allemaal gevallen. Ja, we kunnen het weer uitzetten. Boom. Nee, boom. Ja, als het goed is staan ze nu aan. Ja, ze gaan weer aan. Oké. Dan is het water gestopt. Dan stopt het nu met stromen. Ja, goed zo. Lekkie. Oké, dan gaan we hier naar binnen. Kijken we in deze chest. Moet je kieken. Super handig. Allemaal automatisch. Gaat allemaal automatisch hierin. Het duurt wel heel eventjes voordat het allemaal hierin is gegaan. Maar je hebt wat. Boom, boom. Zo, je kunt alles meteen pakken. Maar goed, dus dat gebeurt er dan. En dan moet je even wachten, want zo de seeds en zo en de aardappels en de wortels doet hij zo allemaal. Je kunt trouwens hier ook in kijken. En dan gaat hij volgens mij stuk. Nou ja. Nou, dan komen de zaden. Dan gaat hij weer ineens tarwe doen. Dan komen er weer zaden. Kom de wortels. De wortels. De wortels. Kom erop, wortel. Dan komen er nog meer wortels. En zo gaat het dus de hele tijd door. Dan moet je even wachten, wachten, wachten. En dat gaan we ook even eens doen, want anders kan ik het niet terugplaatsen. Ja, nog meer wortels misschien. Aardappels heb ik eigenlijk nodig. Can I have some aardappels from you? Please? Maybe? Anything? Nou ja. Dan moeten we even wachten op de aardappels. Dan kunnen we de... Allemaal weer teruglopen. We hebben nu al stekkie. Maar goed, dat is super handig dus. Dan kun je hier gewoon je graan en stuff ophalen. Maar nou moet hij even opschieten. Stop met de wortels. Ik heb wel genoeg wortels. Giftige aardappel. Aardappel, aardappel. Ja, dat is goed. Hij gaat nu aardappels doen. Supergoed. Aardappels, kom maar bij mij. Ja, gaat automatisch. Eens even kijken of hij nog wat aardappels erin kan doen. Kom op, hoeveel aardappels hebben we? Volgens mij een heleboel, want ik had een heleboel aardappels erin geplaatst. Kom op, hup, 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 aardappels, 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 aardappels. Maar goed, dat duurt dus heel lang voordat je dan moet wachten. En nu gaan we alles plaatsen. En we gaan geen giftige aardappels plaatsen. We gaan alleen maar giftige aardappels, weet je. Mag ik erdoor? Dank u. Zo. Overal seeds, maybe. Zo. Nergens een misplaats gemaakt? Nee. Oké. Oké, dan moeten we even iets terug, want anders hebben we geen seeds meer. Dan gaan we de wortels even in het andere gedeelte plaatsen. Kijk, en het eerste gedeelte wortels. Tot aan de helft ongeveer. Kijk, en. Tot aan daar. Dit wordt allemaal wortels. En de rest wordt allemaal aardappel. De andere kant wordt allemaal graan. Nee, echt, dit is een hele grote farm. En waar de pompoenen en zo zijn gebleven, die ben ik nu aan het maken. Ik ben nu een automatisch, nou automatisch, half-automatische farm voor dat aan het maken. Het is alleen maar hendel over te halen en dan kun je ze oppakken. Want om dat met water te doen is niet echt.
Zit nou dat wel precies in het midden? Nee, dan krijg je meer aardappels. Nou ja, aardappels zijn lekker en gezond. En nou ja, ik hoop dat het in ieder geval past. Dat is het grootste. Zo, ja, het past. Kijken wat er nog meer in de chest zit nu. Zo, die kan dicht. De andere moeten we zo nog even zien. Zo, kijken wat hij er allemaal nog in heeft gepompt. Daar komen de zaden, joh. Dat bedoel ik. Zaden. Een boel zaden, maybe. Dan kunnen we deze eventjes volmaken, man. En hoe, zo kom ik dus aan al die zaden, weet je. Ik heb ook zo'n sorteermachine met zaden ook erbij. Ik heb van alles waar ik veel van heb, heb ik, ja, iets van sorteren, weet je wel, gemaakt. Ja. Oké. Okay. Terugplaatsen allemaal, meneer. Thank you. Maar goed, dan heb je dat ook gezien hoe dit werkt. Kom op, de laatste paar even plaatsen en... Ja, oké. Dat is gebeurd. We gaan nog even kijken of hij nog wat meer in de chest heeft zitten. Oeps, niet daar zaden plaatsen. Wow, een boel wortels. Nog meer aardappels. Alle jekes, er komt wel een heleboel aan, joh. Ja, daar komt een heleboel aan. Oké, dat was het laatste. Ja. Oké, dus dat was het laatste. Oeps. Hij wees naar deze. Aardappelstreepjes in doen. Zo. Oh ja, ik heb hier een glazen muur gemaakt. Weet je wel, dan kun je een beetje naar buiten kijken. Oeps. En dan gaan we de zaden er even in stoppen. Zo. Giftige wortels hebben we niet echt nodig. En dan krijg je een potion. Dan word je gepotioneerd. Eens even kijken of wij wat lekkere broodjes kunnen maken. Nee. En, oh. Stom ding. Ja. Zo, we hebben wat lekkere brood. En ook een heleboel brood. Ik hoef maar een stekje mee te nemen. Nog wat aardappels. Deze neem ik mee. Zo. Deze moet bij dit. Ik weet niet waarom ik een sparrenhouten dinges heb, weet je wel. Nou ja, dus, dat is dat. En ik kan niet echt laten zien hoe dat werkt, maar dus loopt hier gewoon water naar beneden. En dat en trouwens, dit wordt tegengehouden met science, dus dan kan het niet verder stromen. Dan ga ik nu even eens mijn... Pardon. Dan ga ik even eens mijn melon farm en zo. Ik ben nu bezig met een suikerriet gedeeld en daarna ga ik hier nog een dak op maken. Misschien van glas. Kijk, de meloenen. Super handig, anders moet je ze helemaal slopen. En hier de pompoenen. Ja, ze hebben met repeaters gemaakt, want het zat midden in het water, echt waar. Het zag echt midden in het water. Ik heb hier een kleine ingang gemaakt, zodat je kunt kijken. Nee. Die op... Nee, wacht, die ook op 1 tik. Die op... 3 ticks. Oké, dan kan deze op 2 ticks. Zo. Super awesome. Allemaal timing erin, weet je. Dan gaan ze één voor één aan. Eens kijken hoe dat eruit ziet. Oké, dat zie je niet echt goed met die lag, maar goed. Oké. Dan hebben we dat. Dan... Even wachten, een moment. Dan ben ik zo weer bij jullie terug, want ik moet heel even iets doen. Oké, tot zo. Ja, daar ben ik weer. Daar ben ik weer. Ik moest even naar de wc. Maar ik heb hier iets gemaakt. Iets mislukt, denk ik. Nou, in ieder geval. Vuurwerk. Bam. Super awesome. Ik heb wat vuurwerk gemaakt. Wit. Ik heb alleen geen rood, maar... Rood, wit, blauw. Waar is hij? Waar is hij? Oh, hij is hier. Huh? Ja. Boom. Super awesome, toch? Maar goed, dit is dus ons vuurwerk afsteekplekje. Hier kun je erin kijken. Ik heb hier wit. Blauw, wit, lichtblauw.
en alleen blauw. Dus heb ik wat dingetjes in gedaan. Dan kunnen we af en toe even wat vuurwerk afvuren als we er zin in hebben. Weet je, gewoon een beetje af en toe, een beetje gewoon lekker, een beetje af en toe. Een beetje af en toe, een beetje misschien wel een beetje af en toe, een beetje. Ach ja, een beetje af en toe. I think. Oké. Dus ik ga nu bezig met die suikerriet vorm maken. En dan in de volgende episode zien jullie misschien al dat het af is. Ja. Oké. Maar goed, het is alweer 10 minuten. Ik ben alweer 10 minuten bezig omdat het zo lang duurde met dat. Hoe heet dat? Dat graan. Maar dat kasteel ga ik nog verder afmaken. Dat wordt echt super groot. Dat zal ik jullie een keer laten zien als het af is of zo. Of als ik ermee bezig ben. En dan ga ik even kijken. Ja, 10 minuten. We zijn alweer 10 minuten bezig. Dus even kijken. Ja, ik heb een heleboel kleefzuigers gebruikt. En een heleboel redstone. Maar goed, dus dat zit er weer op, die episode van vandaag. En ja, tot de volgende keer. Bye bye.